heropend gewoon met oké. Okay. Okay. Komt-ie. 1, 2, 3. Hoi! Pieter van den Hogeband opende vandaag fitnessclub Health City. Het sportcentrum bestond al langer, maar het is nu overgenomen door de grote fitnessketen. Naast de gewone bezoekers maken topzwemmers en ex-topzwemmers ook gebruik van de locatie aan de Aalsterweg. Ik train hier vaak, ja. Je kunt je voorstellen dat als zwemmer dat je ook vaak moet trainen in het zwembad. Maar de rest van de tijd waren we als zwemmers hier te vinden. En nu ik inmiddels gestopt ben, ben ik haast nooit meer in het zwembad te vinden. Alleen maar hier. De zaak is dan wel overgenomen, maar voor de bezoekers verandert er niet veel. De faciliteiten blijven, het personeel blijft. Zoals je ziet, ja, de mensen kunnen hier gewoon, voor de mensen verandert er niks. Het enige wat is veranderd zijn de logo's aan de muur. En dat ik natuurlijk een andere baas heb. Pieter van den Hogeband is niet de enige topsporter die hier traint. Ook de hele Nederlandse zwemploeg werkt hier regelmatig in het zweet. De Nederlandse zwemploeg die hebben natuurlijk hun eigen trainers. Met name Jacco Verharen, heel bekend natuurlijk, van de Olympische zwemploeg. Die komt dus hier training geven, maar ze nemen hun eigen trainers mee. En daar waar ze ondersteuning kunnen krijgen, kunnen ze ondersteuning krijgen van onze trainers. Ik heb het al met heel veel plezier gedaan, omdat ik altijd trainde voor de Olympische Spelen. Nu kan dat niet meer en ik heb geen doel meer, neem ik even bewust afstand. Dan vind ik het gewoon fijn om hier te trainen en gewoon lekker met mijn fietsje, lekker door de bossen te crossen. Maar ik vind het wel belangrijk om veel te bewegen, want als je gewoon, het is cliché, maar als je een gezond lichaam hebt, dan is het ook goed voor je bovenkamer. En zoals bij elke opening wordt er afgesloten met een drankje. Maar trainen, dat zal er vandaag wel niet meer van komen.